Hey. Wij hebben elkaar ontmoet door het surfen. En als surfer ben je verplicht dat je iedere keer dat je het gesurfde water uitkomt, dat je 3-stuk plastic meeneemt en weggooit. Een soort van dingetje van de surfers onderling dat wij proberen de problemen aan te pakken. En als iedere surfer dat nou zou doen, dan maakt dat het verschil. En dat hebben we in ons project ook. Dat wij proberen een klein beetje verschil te maken. Ik heb er 4. Dit is dankbaar werk, iets leuks. Het is bijna leeg, denk ik. Nee, dit is niet leeg. Dit is normaal. Pa. Dus als je meer kracht moet zetten, dan gaat die uitvallen. Deze plaats er gewoon in. Ja man, de allebei. Aan de andere kant ook. Lekker gast, hè? Hij past er gewoon zo maar. Ik weet dat je hier niet gewoon mag vissen, maar misschien mag je hier wel plastic vissen. Ja, dat is de bedoeling. Wij willen dat plastic hier opruimen en dat willen we gaan recyclen. Maar hoe ga je dat doen? Want uiteindelijk is het dan je, als ik ja zeg, is je eigen verantwoordelijk. Het is mijn eigen risico. Ja. Ik ga het trappetje omlaag en dan wat ik vanaf daar kan pakken, dat ga ik pakken. Je kan toch gewoon kijken waar je bij komt. Je hebt daar toch ook nog een hele bak met plastic die daar. Nou, misschien kan ik die gewoon met mijn hand pakken. Dat is wel een goeie ook. Daar kun je wel weer wat van maken. Hard plastic, hè? Ja, alles. Ik weet gewoon niet precies wat nou het beste is. Als dat nou goed plastic voor skis is, ja, dan gaat het wel lekker. Dan gaat het wel lekker, ja. Hoi, hoi. Hartstikke. Hoi, sluisjes weer schoon hoor, jongens. Ja, nee, ga zo door. Het sterkste zijn die doppen. Ik denk dat die doppen echt perfect zijn om te smelten. Maar de vraag is of ze flexibel genoeg zijn voor een ski. Of iets van een ski-product. We moeten experimenteren, dus we moeten allemaal zelf de weg naar Rome gaan zoeken. En dit is het begin. Kijk jongens. Hey! Jullie hebben een plastic al gehaald. We hebben wel plastic gevangen, ja. Met schepnet. Met een schepnet. Een brilletje. Een bril. Dus op die platen. Misschien kunnen we wel een ski maken met... Qua plastic, wat denken jullie nou eigenlijk? Ik heb mij altijd laten vertellen dat de dop van een fles het beste type plastic is. Ja. Voor sterke, duurzame producten. Ja. Dus skateboards bijvoorbeeld worden hiervan gemaakt, van die dopjes. Maar het is die skis die we gaan bouwen. Allemaal leuk en aardig, maar als we het allemaal gaan verlijmen en weet ik wat, is het dan nog wel duurzaam. Toch? Ja. Want stel we zouden het alleen maar smelten, dan is het top. Dat doen ze bij de skateboards. Maar als we echt skis gaan bouwen, dan hebben we toch ook glasvezel en lijm en dat soort dingen nodig. Dus we moeten gewoon duurzame lijm gaan vinden. Zo duurzaam mogelijk. Duurzaam glasvezel. Duurzaam epoxy. En laten we het gewoon proberen met die... plastic press. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat je eerst dat 100 keer moet nadenken voordat je iets gaat doen. Ja. Ook voordat je iets zegt, want als je wat je niet zegt. Maar ja, dat kan toch? Misschien ontdekking? Luc wil eerst oriënteren. Plastic. Ja, ik denk dat we eerst moeten oriënteren en dan pas dingen gaan doen. Ja,
Er moet gewoon een hele plaat komen. En dat moet worden gestampt. En dan, ja, dat is een grote vraag hoe we dat gaan doen. Ja. Ja. En met welk materiaal eigenlijk? Je zal je in bepaalde stoffen moet je inderdaad verdiepen. ABS is de recycling. Plastic, je weet wat ABS is? Ja, dat weet ik. Dat zijn de Lego blokjes, de Lego stenen. Los van Lego blokjes, andere veel voorkomende dingen. Een polystyreen. Het dopje van een petfles is toch ook hetzelfde materiaal, of niet? Ja. Hoeft niet. Dopjes van petflessen worden namelijk vaak hergebruikt, maar het grote gunstige van ABS, het heeft heel weinig krimp en rek. Het is wel interessant, gaan wij genoeg plastic vinden om dat helemaal tot platen en... Ik denk dat je, als je al je verpakjes plastic tegenkomt, dat je schrikt hoeveel dat is. Niet zo dus dat het plastic, dat stel dat dat al 4 jaar op een strand ligt in de zon, dat daardoor de structuur, de eigenschappen ook al... Ja, die zijn behoorlijk naar zijn grootje gebracht. Ja, door de invloed van UV raak je gewoon stabilisatoren, weekmakers of andere vulstoffen raak je toch daarmee kwijt. Dat je een deel van die eigenschappen weer terugbrengt? Of zijn dat... Dan zou je er dingen aan moeten toevoegen. Toevoegen, ja, echt, ja. Oké. Ik ben van mening van alles wat je er als nieuw bestand wil of zou moeten toevoegen. Ja. Waar doe je goed aan? Ja, dat klopt. Dit was een bad eend en een bak. Ja. Dat is inderdaad wel heel belangrijk voor een ski, want ik ben hier gewoon stukjes eruit aan het pulken. Geen badenen voor de ski dus? Geen badenen. Ja, of alleen maar badenen en op een hogere temperatuur. Ja. Als we dat plastic op zeven werken, dan gaan wij tegen een aantal dingen aanlopen. Ja. Namelijk dat apparaat verbruikt energie en dat is best wel wat, 600 watt. Hey. Wat? Wat zeg je nou? Dat is best wel wat, namelijk 600 watt. En hoe gaan we dat oplossen? Nee, dat kunnen we niet zomaar leveren in één keer, dus we hebben meerdere zonnepanelen nodig. We hebben sowieso een windgenerator nodig. En een ander ding is hoe goed is de kwaliteit van het plastic wat we gerecycled hebben. Is het ook dan wel recyclen, downcyclen of upcyclen? Er komen er luchtbelletjes in waardoor het minder sterk is voor een ski, want in een ski was volgens mij nog wel een uitdaging nodig of het wel sterk genoeg gaat zijn. Ja, ja zeker. Dus dat zijn uitdagingen. En maar als wij dan dat gaan persen en we hebben energie te weinig, dan dat aggregaat dat we dan meenemen, dat zal dan een half uurtje draaien. Dat weten we niet. Moeten we eigenlijk gaan testen en uitzoeken en meten hoeveel dat verbruikt. Hoeveel dat verbruikt. Als we helemaal vooruit kijken als je oud bent, hoe zou je dan terug willen kijken? Ik zou tegen mijn kinderen willen zeggen dat ik heb in ieder geval geprobeerd de wereld ietsje mooier proberen te maken. Nou ja, je zou sowieso kunnen zeggen dat we iets vets gedaan hebben, iets anders, iets nieuws. Dat we mensen geïnspireerd hebben. Dat we zo dom waren om plastic weg te gooien. En dat we er nu, dat het dan een gigantische grondstof is. Waar je heel veel dingen van bouwt. Ja. En jongens, ik heb ook gewoon mega veel zin in skiën. Op een gerecyclede ski. Ja. Ja, als we dat allemaal voor elkaar willen krijgen, dan moeten we wel echt dan moeten we nu, alle zeilen gaan bijzetten. Alle zeilen. Ja, dat is wel zo. Ja. Ja. Ja, dat heb je mooi gezegd. Alle zeilen bijzetten. Ja, dat alle zetten bij gaan zitten. Ja.